Ze zijn gearriveerd op kasteel Nederhorst. We gaan eens een rondje lopen. Even lossen. Daar zijn de tompoezen hoor. Tompoezen. Heel andere wagen. Hij heeft het tegen de wagen nog. Ja, hier. Ja. Persoonlijk vind ik ze gerookt het lekkerste. Ja. Als u even kiest om de picknick op te nee hoor, ik hou van alle beesten. Zeker van paarden. Ja, een klein koetsje moeten meenemen om dat beest voor te zetten. Wat is dat? Ja, een klein koetsje moeten meenemen om dat beestje voor te zetten. Kun jij erin gaan zitten? Hij helpt het drinken. Hoe heet dit paardje? Rakkertje. Rakkertje. Het zou mooie opname zijn als hij mijn vinger beet. Nee, nee, dat doet hij niet. Hij is er veel te lief voor. Hij heeft geen tanden meer. Oh, ik heb ook vals hoor. We gaan er gelijk picknicken. Ja, dat is leuk. Picknicktafeltje even uitspreiden. Een doekje uit 1920. Ik ben eerst eerste. Hoe heet deze koets? Een hele bijzondere. Dixie. Ja, Dixieland. Hoi. Je zou wat trek hebben na zo'n lange reis uit Weesp. Meneer, het is ongelooflijk. Ik zie het in de honger. Ja, ze zijn overal de tafel al aan dekken gelijk hoor. Hebt u de hamburgers al klaar? Nou, daar staat Piet Vriend bij zijn kraam. Oh, Piet Vriend, Je had je haar ook in een paardenstaart moeten doen, joh. Zo, satéetjes. Is paardenvlees? Ja. Paardenworst. Ja, paardenworst. Gerookte paardenworst. Zo, die zit er lekker binnen. Thank you.
Maar het zijn ja, 70 kilometer. 70 kilometer. 70 kilometer.